Dank u wel, voorzitter. Vandaag is het de laatste keer dat wij de minister-president vragen kunnen stellen over Gaza. En met name over zijn persoonlijke opstelling in de afgelopen maanden. Zo hees deze minister-president de Israëlische vlag terwijl Gaza aan een misdadige algehele blokkade werd onderworpen. Hij noemde Netanyahu zijn vriend, terwijl Gaza bezaaid raakte met Palestijnse doden. Hij weigerde het, consequent ook om maar een noemenswaardige vinger uit te steken, terwijl Gaza van de kaart werd geveegd. Je mocht het van hem niet hebben over de decennia lange onderdrukking van de Palestijnen. Wij moesten van hem onze mond houden. Geschiedschrijvers die zullen terugkijken en zien hoe de minister-president elke keer weer resoluut weigerde om Israël te veroordelen. Hij riep alleen maar slap op om proportioneel te handelen. En die slappe oproepjes die deed hij bij 5000 doden in Gaza, bij 10.000 doden in Gaza, bij 30.000 doden in Gaza. En inmiddels zijn er bijna 40.000 doden. Het bleef bij slappe oproepjes, terwijl Palestijnen werden afgeslacht. Hoe is het mogelijk dat de minister-president maar over proportionaliteit bleef keuvelen met zijn vriend Netanyahu, terwijl Gaza voor zijn ogen werd vernietigd? Hoe kon de premier zich al die tijd in de spiegel blijven aankijken? En hoe kijkt de premier daarop terug? Schaamt hij zich eigenlijk niet dat hij het al die tijd heeft gehad over het recht op zelfverdediging van Israël? Dat de Nederlandse regering zich in bochten probeerde te wringen om die F-35 onderdelen maar te kunnen blijven leveren, terwijl die gebruikt werden om een vernietiging aan te richten in Gaza? En die rode lijn over Rafah, begrip rode lijn, vraag ik aan de minister-president, is toch inmiddels eigenlijk helemaal niks meer waard als we zien dat de Israëlische regering, ondanks zijn oproepjes, Rafah toch is binnengevallen. Voorzitter, we zien dat de Palestijnen al generaties lang onder een brute bezetting moeten leven. Hoe kijkt de minister-president eigenlijk terug op het internationale beleid om die bezetting te stoppen? Om het illegale nederzettingenbeleid te stoppen? Wat gaat hij bij de aankomende Europese top voorstellen om dat Israëlische beleid te stoppen? En toen Israël aankondigde om alle voedsel, water en brandstof naar Gaza te blokkeren, wilde de minister-president dat niet veroordelen als een oorlogsmisdaad, want hij weigerde zich vanuit de luxe van zijn kantoor uit te spreken, omdat dat disrespect in de richting van Israël zou betekenen. En voorzitter, wat is nu zijn reactie op het VN-rapport dat bepaalt dat die blokkade inderdaad een oorlogsmisdaad is? Is hij bereid om dat te veroordelen als oorlogsmisdaad? Hoe kijkt hij terug op de internationale inzet en ook de Nederlandse inzet om de hongersnood in Gaza te voorkomen? Want die hongersnood is er nu. Is de minister-president bereid dat te onderkennen? En wat gaat hij bij de Europese top doen om ervoor te zorgen dat er nou eindelijk gewoon voldoende humanitaire hulp Gaza binnenkomt? Voorzitter, ik begrijp dat de tijd die de premier rest nog zeer kort is. Maar deze premier is niet vleugellam. Is hij nog van plan in de tijd die hem rest iets noemenswaardigs te gaan doen voor de Palestijnen? Eindelijk Europees noemenswaardige sancties voorstellen. Handelsbeperkingen in de richting van Israël. Geen militaire middelen van Israël aanschaffen. Europese sancties. Want voorzitter, de historische afrekening van hen die met een stalen gezicht toekeken, terwijl Gaza tot de grond werd afgebrand, die zal volgen. De premier moet echter beseffen dat hij niet tot die groep hoeft te behoren. Hij heeft nog tijd om te handelen. Doe daarom iets, is onze oproep aan de premier. Voorzitter, tot slot nog twee punten. Er zijn nog steeds Europese burgers in Gaza. En het is onmogelijk om die mensen terug te krijgen, waaronder Nederlanders. Wat gaat de premier doen bij de aankomende Europese top om ervoor te zorgen dat die mensen terugkomen? En tot slot, de strategische agenda.
Een van de prioriteiten ook van de Nederlandse regering is het begrip rechtsstaat. In hoeverre vindt de premier dat onder dat begrip rechtsstaat het voorkomen van discriminatie en racisme in Europa voldoende geborgd is? Dank u wel, voorzitter. Het ICC en de bedreigingen van Israël, wij zijn tegen iedere vorm van bedreiging en intimidatie van het strafhof. Daarvoor hebben we ook speciale verantwoordelijkheid. Zij moeten op een veilige, onafhankelijke manier kunnen werken. Ik heb dat zelf overigens in algemene zin wel met Netanyahu aan de orde gehad, dat het ICC onafhankelijk zijn werk moet kunnen doen. Na het verschijnen van het artikel is er politiek nog geen contact geweest, wel ambtelijk. En de minister van Buitenlandse Zaken overweegt ook welke volgende stap moet worden gezet. We komen bij de moties, voorzitter. De eerste, de motie... Nee, toch niet de moties. Een vraag van mevrouw Piri. Ja, voorzitter, teleurstellend. Maar er verschijnt niet elke maand, laat staan elk jaar, een artikel over dat een buitenlandse inlichtingendienst hier al 9 jaar serieuze aantijgingen aan de broek heeft over spionage en intimidatiepraktijken. Is de minister-president nog voor 2 juli van plan of iemand uit zijn kabinet om dat ook politiek aan te kaarten? Dat is nu niet het voornemen, maar wij kijken wel naar wat er verder nodig is. En dat kan dit kabinet zijn of het volgende. Echt bizar. De heer Van Baarle. Nou, voorzitter, dan, dat brengt mij toch tot de vraag waarom dat nu niet het voornemen is en waarom er op politiek vlak geen contact is geweest over een dusdanig zwaar geval, namelijk dat de Israëlische inlichtingendienst er sprake van zou zijn dat het internationale gremium dat wij huisvesten in ons land bespioneerd of onder druk gezet zou worden. Waarom is daar geen politieke actie op ondernomen en waarom wordt dat nu op dit moment niet eens, is er geen voornemen toe? Omdat het zo is in het diplomatiek verkeer dat het gebruikelijk is dat in eerste instantie ambtelijk te doen en dan opnieuw te kijken wat je eventueel meer zou moeten doen. Maar in eerste instantie gebruik je daar de diplomatieke kanalen voor. Motie 5. Daar zit ik even mee te worstelen, want ik begrijp gewoon de zin niet. Een realistisch perspectief op zelfbeschikking, daar zijn we helemaal voor. Zolang de humanitaire situatie in Gaza nog om vraagt en de Palestijnen nog geen perspectief op zelfbeschikking hebben. Dus eerlijk gezegd snapte ik gewoon niet wat er stond. Misschien moet de heer Van Baan nog even taalkundig naar kijken naar de motie om hem iets scherper te formuleren. Want nu was het, kwam bijna niet uit, net in het ambtelijk overleg. Dus zoals die nu is, moet ik hem ontraden, maar het is bij gebrek aan snappen wat er precies staat. Motie 6, niet bij de Europese top, nee, dat gaat niet. Maar in algemene zin oproepen tot die volledige medewerking, dat doen we natuurlijk ook. Als ik hem zo mag interpreteren, dat het niet bij de Europese top hoeft, want dan ga ik iedereen irriteren, want iedereen is hier al voor. Maar dat wij wel doorgaan met die internationale coalitie bouwen, dan wil ik hem graag oordeelkamer geven. Maar dan moet ik het wel met die interpretatie kunnen doen. De heer Van Baarle. Dan met die laatste te beginnen, dus... De minister-president geeft aan dat het wellicht niet lukt bij deze Europese top, maar dat het wel het voornemen is om tot die gezamenlijke verklaring te komen, ja, die oproep. We doen dit, hè? We zijn het hier totaal met elkaar over eens. Dus het is niet zo dat we verklaringen opstellen, maar ik zie de motie zo als een aanmoediging om door te gaan op de route dat wij als Europese lidstaten in alle opzichten samenwerken om die burgers vrij te krijgen. En daar ook bij ieder kanaal wat er is voor aan te boren. En dan beschouw ik deze motie als een aanmoediging. Even los van de precieze logistiek van een verklaring of geen verklaring. Ik geloof niet dat dat heel veel toevoegt nu. En dus? Maar als ik hem zo kan interpreteren, motie oordeelkamer. Anders moet ik hem ontraden, want dan zitten er allemaal hele specifieke logistieke verklaringen en toestanden in de Europese top en dat gaat niet. Nou, voorzitter, ik krijg het toch... Er zijn eerder moties op dit vlak ingediend. En ik zou wel willen... Het is juist om die reden, omdat ik zie dat het te weinig van de grond komt, dat ik vraag van... Zorg ervoor dat er een gezamenlijke Europese verklaring komt om iedereen medewerking daarvan te vragen. Omdat we zien dat op dit moment mensen nog vastzitten. Dus als de minister-president vasthoudt aan die interpretatie, tot mijn spijt kan ik daar dan... Nee, dat geeft het niet. We proberen. Nee, dan is hij ontraden. Ontraden. Helder. Als ik mag, voorzitter. Ja, welke andere? Motie 5. Nummer 5. Gaan we terug naar 5. De minister-president vroeg om een verheldering. Taalkundige verheldering. Een taalkundige verheldering. Mij gaat het erom dat de regering dat dus consequent in alle EU-raden waar het thema Midden-Oosten op de agenda staat, naar voren brengt. Volgens mij duidelijk, zolang de humanitaire situatie in Gaza daarom vraagt, dat je het belang van massieve humanitaire hulp in de richting van de mensen in Gaza, dat je dat daar aan de orde staat. En als het gaat om een stop realistisch... Stop maar. Oordeelkamer. Oké. Okay. Akkoord. Motie 7. Ja.
Ja, sorry, ik onderbreek u, maar volgens mij zijn we het eens. We zijn eruit. Motie 7. Daarvoor geldt, eigenlijk wat ik ook bij de eerdere motie had, ik vraag het aan de heer Seder. Kijk, het besluit tot handhaven is echt aan de commissie. En wij moedigen de commissie natuurlijk wel aan om gebruik te maken van de bevoegdheden. Als ik hem zo mag interpreteren, oordeelkamer. Ja, akkoord, dan oordeelkamer. Bevestigd, ja.